Frankly, my dear, I don't give a damn. Films. Here's Johnny. De premières. Go ahead, make my day. De successen. Good morning, Vietnam! En de flops. And I will kill you. Filmkenner Jules Wolthuis. Jules, goedemiddag. Daar zijn we weer. Daar zijn we. Zijn we alweer. Ja. Ja. Ik heb het idee dat ik jou gisteren al heb gesproken over de films. Ja, maar ja. Dat is alweer een week geleden. Dat heb ik ook. Alsof ik gisteren was. Maar ja. Het is alweer donderdag. Het is niet normaal. De weken vliegen voorbij, Jules. Ja. We gaan gelijk naar De Wilde Krokodil. Ja, we hebben weer 3 nieuwe films in deze provincie. En Laila Laila Krokodil. Want dat is de originele titel. Ja. Oh. En de Engelse versie, die draait ook in Almere. Dat vind ik wel leuk. Voor de rest draaien in alle bioscopen dit Nederlands. Nederlandse versie. Leuk. En dan is Soy Kroon is dan de stem van Wil de Krokodil. Ah. Maar het origineel is veel leuker, want dat is Shawn Mendes. Ja. Dat is onze de beroemde hitzanger. Songwriter. Ja, en die heeft er mede voor gezorgd dat dit echt een hele leuke film is. Doe me gelijk denken aan Paddington. Dat is ook zo'n soort situatie van... Een beest in je huis. Ja, het gaat een heel simpel verhaal natuurlijk. Ja. Het gaat over een familie die verhuist naar New York. En verhuizing went dat? Nee, want de jongste zoon die verveelt zich erg. En die ontdekt opeens plotseling op zolder een krokodil. En de krokodil is gek op muziek. Lekker in bad badderen en zingen. Ja. Nou, dat maakt dat deze film een leuke live-action film is... gebaseerd op een heel bekend boek. Eindelijk verfilmd. Muzikale komedie met in de hoofdrol Shawn Mendes als Lyle de Krokodil. En daar krijgt hij ook heel veel goede kritieken. Want de film internationaal scoort hoog. Oh. Met critici en publiek. En, ik vind een krokodil niet zo sympathiek. Ik vind het een beetje eng. Dat is misschien juist ook de tegenstelling die erin moet zitten. Ja, en dan... Bij de hoofdrolspeler speelt natuurlijk weer... De hoofdrol is Javier Bardem. Dat is de Spaanse acteur. Hè, al vele jaren. Die af en toe een uitstapje maakt naar Amerikaanse films. En dat doet hij ook weer goed. Dus Shawn Mendes, de muziek en de liedjes. En Bardem als acteur scoren heel hoog. En in een hele leuke live-action film. Gewoon naartoe de komende weken overal te zien. Nou, ik ga hem zondag bekijken met de kids. Kijken of het wat is. De volgende film. Welke moeten we doen? Dat wordt Pies op mijn hart dan. Ja, zeker. Ja, dat is echt Nederlands hoor. Echt helemaal Nederlands. Oh, ja, is die film helemaal Nederlands? Daar heb ik een week wat over gezien, ja. Oh, ja. En het thema is een bekend thema. Het speelt zich af in de balletwereld. Ja. En, mensen die bekend zijn met die wereld... die weten dat het een hele harde wereld is... waar heel veel gebeurt en niet altijd ten goede... Nou, hier ook gaat over 2 danseressen die deze hoofdrol spelen. En die willen allemaal hoog scoren. Bij de een lukt dat wel, bij de ander lukt dat niet. En dat leidt tot heel veel problemen. Nou, problematieken als anorexia, alcohol, drugs... wat er ook allemaal speelt in die wereld, komen allemaal voorbij. Het is gebaseerd eigenlijk... op het leven van Olga de Haas. En Olga de Haas was jarenlang een beroemde danseres van het Nationaal Ballet. Ballerina. Ja. En haar rol wordt... De rol van Olga wordt dus nu gespeeld door Igoné, zeg ik altijd, de jong. Ja. En zij heeft ook gezorgd voor de choreografie en de dansen en noem maar op. Zij speelt de hoofdrol... Gijs Blom is mannelijke tegenspeler. En natuurlijk Gijs Scholte van Aschat. Die zie je in elke Nederlandse film. En in bijrollen Jan Kooijman, Peter Paul Muller. Echt Nederlands. Ja, scoort wel goed als je houdt van die werelden. En dat dus ziet. Het is echt een drama dat zich daar afspeelt. Nou, het is eens een keer geen romcom. Schermen. Dat vind ik ook wel weer fijn. Maar is dit nou een doorbraak in de filmwereld... dat een Nederlands makelaardijfilm gewoon internationaal gaat? Want het is ook heel veel Engels dus wat er wordt gesproken. Is het dan ook internationaal? Volgens mij wordt hij gewoon Nederlands gesproken... maar is de trailer ondertiteld? Ja. Toch? Oh, ja, vandaar. Het is echt een Nederlands film. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Een film over talent, danstalent en vooral vriendschap.
Ja, die Engelse titel suggereert natuurlijk wel dat er ook Engels gesproken wordt. Maar dat is het niet. Goed, Pisa maar draait in... alleen te zien in Almere waarschijnlijk. In Dronten, in de Meerpaal en in Emmeloord. Goed, dan een film die we denk ik in alle bioscopen wel kunnen gaan vinden. Violent Night. In drie. Nou, dat is bijna allemaal dan. Overal te zien. Ja. Die krijgt heel goede recensies trouwens. En het is de eerste kerstfilm. Ja, maar het is natuurlijk een beetje horror, maar, comedy, ik actie. Ik zou zeggen, om daar nou met de hele familie naartoe te gaan... dat zou ik echt afraden. Ja. Want dat is niet leuk. Oh, is dit... het is ook begint, een comedy, hè? Het begint wel leuk, natuurlijk. Mm-hmm. Want, hoewel, wel leuk, ja... Een stelletje boeven die breken in bij een rijke familie... en die willen daar van alles gaan stelen. Ja. En, maar ja, dan verschijnt... toch opeens de kerstman. En de kerstman zorgt ervoor dat dat allemaal niet doorgaat. Het is een zwarte komedie. Ja. Black comedy. Echt. En van de makers, en dan zegt het al genoeg van John Wick, Deadpool en Fast and the Furious. Mm-hmm. Kortom, er zit heel veel actie in en geweld. En dat is voor het hele gezin om gezellig naartoe te gaan. Nee. Nee. Een kritiker zei, het is een beetje een mengeling tussen Bad Santa... dat was ook zo'n soort film. Ja, die was leuk. En Home Alone. Qua sfeer, waarschijnlijk. Maar de uitvoering, nee. Maar ja, de kritieken, jij zegt het al. Heel goed. Kritieken waren wel... En wat ik heel leuk vind, is dat de hoofdrol wordt gespeeld... een van de vrouwelijke hoofdrollen, door Beverly D'Angelo. Beverly D'Angelo. Die speelde vroeger in National Lampoon's Christmas Vacation. Ze is bijna net zo oud als ik ben inmiddels. Ja, maar ze ziet er wel anders uit. Ja, echt niet beter. Dat zeg ik als de uitzending voorbij. Het was echt een, Volgens mij Santa is D.K. Harbour. De man uit Stranger Things. Ja, dat klopt. Dat is hem ook. Dat klopt. Ja. En een leuke kerstfilm, maar wel voor 18 plus. Ja, goed. Maar in Nederland is het 16 plus, hè? Ja. 18 bestaat niet, maar goed. Oké, Jules, dankjewel. Ja. We hebben weer drie films deze week. Wilde Krokodil, Piece of My Heart en Violent Night. Tot volgende week donderdag weer. Ben je er dan weer? Zeker. Goed. Nou, dat is zo.